Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Fish Kids TV. Is dit nou echt Fish Kids TV deel 2? Ja. Oké, wat gaan we... Ja, volgens mij wel. Boys, ik ben er ook nog. Wie kan uitleggen wat we gaan doen? We gaan op baarsjes. En we gaan... Wat gaan we op baarsjes? We gaan vissen op baarsjes, toch? Ja. En we gaan nog met deze bakje zitten... Maden in. Sam, laat hem maar dicht. En we gaan met maden proberen een baarsje te vangen. We hebben echt al dikke snoeken gevangen. Echt snoeken van een meter, 1 meter 4 en eentje van ongeveer 80 centimeter. Het was geen perfecte vlog die we daar over hebben geschoten, zeg maar. Dus de beelden zijn niet optimaal. Maar die ga je wel terug voorbij zien komen in deze vlog. En we hopen vandaag onze eerste baars te haken. Want snoeken... Dat gaat hartstikke goed. Alleen we hebben nog geen baars of snoekbaars gevangen. En dat staat nog wel op ons lijstje, toch? Ja. Dus dat. En hij wil heel graag een grondeltje. Dus kijk mee. We gaan op onze vaste stek. Stek waar we altijd veel vorentjes vangen ook. Waar is dat, die stek? Bij Samen als school. En ja, dat is het eigenlijk. Samen als school. Let's go. Oké, we zijn aangekomen bij ons favoriete stekje. Jordan heeft de vaste stok al in de aanslag. En ik beloof net dat ik de beelden voorbij zal laten komen van de metersnoek. Maar nu zat ik te denken, als ik dat gewoon niet doe en ze verwerkt in een derde vlog, dan heb ik weer een extra vlog. Dus excuses, ik heb gezegd dat ik ze in deze vlog zou verwerken, maar het wordt in de volgende vlog. Zijn jullie er klaar voor, mannen? Ja. Oké, nou. Juist, Ryder is nu aan het filmen. Ryder, kijk eens of je mij erop krijgt. Zie je mij? Ja. Hopsakee, film de worm met mij, want het gaat gebeuren, jongens. De maden. Dat is iets dichtbij rijden. We hebben onze eerste vis hebben we te pakken. Het is geen baars. Het is een voren. Hij zit in het emmertje. Zoals je kan zien. Hij heeft een mooi formaatje ook. Jordan staat nu te vissen. Dus ik probeer de volgende aanbeet te filmen. We pakken echt niet meer. Nee? Nee, kijk dan. Hoe dan? Ja, ik weet het niet. Voorzichtig. Heb je hem? Ja, ik wow, laat maar even zien. Wow. Ja, dat is een flinke, hè? Ja, flinke. Oké, laat hem maar weer lekker zwemmen, oké? Mag ik kleine visjes? Sam, laat hem maar zwemmen. Er zitten ook hele kleine visjes in. Mag ik weet niet... dikke en vasthouden kleine visjes? Wacht even, kijk eens uit. Probeer de kijkers te laten zien. Het zijn echt hele kleintjes, echt van 3 of 4 millimeter. Mogen we die ook vasthouden? Ik moet de emmer vol laten lopen. Oh nee, die kan je niet vasthouden. Ryder, luister naar wat ik zeg. Ja. Die is al kutty. Nou, hopelijk vangen we er nog één. Weten. Hij heeft veel. Eeuw. Waar ga je dat filmen? Dat is cool. Nou, Jordan is nog steeds bezig met vissen. We hebben nog één aanbeet gehad en een vis gehaakt. Maar die schoot er net voor de kant vanaf. Dus desondanks dit onze topstek is, gaan we nu wel bij ons achter proberen. De houten speeltuin noemen we dat stekje. Daar gaan we proberen kijken of we daar meer geluk hebben. Want hier hebben we er maar eentje gehaakt vandaag. Toch jongens? Ja. Nou, pak hem er maar bij rijden en dan mag jij hem teruggooien. Sam heeft ongelooflijk veel poep onder zijn schoenen. Dat stinkt een uur in de wind. Waarom vertel je dat? Ja, tuurlijk. Laat eens zien. Waar zit het? Het moet op een raam. Gaan ze niet meer lijken, papa? Papa, nu gaat het niet meer. Jongens, ongelooflijk. Jordan, we moeten nu wormpjes eraan doen. Ik haak mijn allereerste baars, maar ik zat echt een beetje vals gehaakt. Ik heb een handschoentje. Je ziet het niet? Een beetje vals gehaakt, zou ik. Want ik zat echt in ze... In zijn oogje. Papa, kijk heel sneu, net achter zijn oog. Heel even wachten jongens, ik ga hem zo teruggooien. Ik laat even rijden. Kijk eens, baasje, nee hoor. Hey, hoi hoi. Papa? Kijk eens rijden. Op de grond leggen. Nee, leg hem maar in het water. Rijden, gooi jij mij terug.
We haken hem dus op dit hengeltje. Een heel klein blinkertje. Hier. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan er een einde aan breien voor vanavond, toch? Ja. Maar hoe laat is het nu? Sam, weet jij dat? Nee. Ik weet het. Er loopt een hondje voorbij. Maar goed. Het is 7:45. Nee, het is 9:00. Het is bedtijd voor deze jonge mannen. Dus wij gaan lekker naar huis. Maar morgenochtend zetten we ons visavontuur zetten we dan voor. En ik zal wat beelden van een van de snoeken hierin verwerken. Die we hebben gevangen tijdens ons verblijf in Weerdenberg verleden week. Dus hebben jullie in ieder geval wel een snoek. In plaats van alleen maar vorentjes. En onze baars, onze eerste baars. Daar zijn we super trots op, toch? Ja. Oké, okay, zeg maar. Tot de volgende keer. Doei. Hey, hoi, hoi. Daar mag ik. Geef aan Lara, geef aan Lara. Lara, ik heb hem. Lara, snel. Ja, ik kom. Lara, snel. Hey Sam, wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Goeie. Maar ik wilde ook filmen, maar dat kan dus niet. Jawel, je kan filmen. Wil je over de war filmen? Jongens, niet te dicht bij de rand. Oh my goodness, ik ben dood. Oh ja, ze mooie, ze mooie. Oh my goodness, oh my goodness. Ik heb water in mijn. Oh my. Zo, die is mooi, hè? Ja. Nee, ik wil hem niet. Ja, wat moet ik doen? Ik heb net uittrekken. Ja? Oh, maar dan moet ik even... Ja, mag ik tegen hem? Hij is groot, schat. Doe eens rustig, doe eens rustig. Hij is echt nee, groot. Nee, nee, hoeft niet. Hij is echt mega groot. Oh. Rustig, jongens. Hij kan jullie niks doen, hè? Nee, hij is eerder bang voor jullie, ja. Hè, schat? Ja. Schatten, bedoel ik schatten. Mop, hou deze eens beet. Wat moet ik... Oh. Zeg het tegen hem dat we één hebben. Ja.